was even weer wennen. Je komt uit een soort van winterslaap. Sabbatical jaren hebben we bijna voelen, zeg maar. Maar onwijs veel zin weer om met de mensen samen aan de gang te gaan. Het is weer zover. EHBO Dubbeldam kan fysiek bij elkaar komen om te oefenen. Dat is ook nodig, want halverwege juli mogen ze elke avond helpen bij de Dordtse feesten. Het trainen is nodig na bijna een jaar stilzitten. Ja, de achterstanden, als ik kijk naar afgelopen dinsdag, is een beetje een meetpunt voor ons geweest om te kijken van oké, zijn de mensen in staat om toch EHBO toe te passen? En dan maak ik me daar geen zorgen om, laat ik dat zeggen. De mensen hebben veel kennis, heel veel jaren ervaring, ook buiten, echt dus met de incidenten waar ze mee te maken hebben. Dus het is ook niet zo dat het na een jaar helemaal weg is. Maar wat die mensen allemaal ook last van hebben, is natuurlijk gewoon dat je even een jaar niks gedaan hebt. Dus je moet weer gewoon in beweging komen. En we hebben hier geprobeerd om die beweging te krijgen, zeg maar. Als jullie zo meteen weer de straat op gaan, hoeven mensen niet bang te zijn? Helemaal niet zelfs. Nee, zeker niet. Gelukkig niet. De trainingen die ze nu hebben gedaan, gaan dan ook voornamelijk over levensbedreigende situaties. Maar het lastige blijft corona. Want ook voor de EHBO zitten er regels aan vast. Daar gaan we dus nu ook instructies voor krijgen hou zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. We moeten zelf een beetje inschatten van hoe het slachtoffer ervoor is. Kan het slachtoffer zichzelf ook een beetje helpen? Dan blijven wij zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand. In noodsituaties dan zullen wij het slachtoffer gaan benaderen. En jullie waren net aan het oefenen op de pop. Dan geven jullie geen mond-op-mond beademing meer als we een festival hebben. Hoe gaat dat in zijn werk? Er wordt geadviseerd om niet mond-op-mond beademing te doen. Dat is vanuit het Oranje Kruis ook het boekje wat wij volgen. Het is uiteraard nog altijd de keuze aan de EHBO zelf wat ze ermee gaan doen. Maar wij adviseren het ten strengste om niet mond-op-mond beademing te doen. Dat zal even wennen zijn, want je bent natuurlijk geneigd om je hele protocol te doen. Je gaat 30 keer compressies doen en vervolgens ga je 2 keer beademen. Het zal het gevolg hebben voor de mensen die het nodig hebben? Ja, eigenlijk wel, want een persoon die reanimatie nodig heeft, die heeft ook zuurstof nodig. De persoon zelf kan niet meer ademen. Dus we zullen eigenlijk altijd zuurstof moeten toedienen. Het is eigenlijk nodig. En dan is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een ambulance aanwezig is.